staat in het water, namelijk. Kenny. Ja. Samen zijn we Polstar. Zeer goedemorgen allemaal, welkom op de nieuwe vlog van Polstar. We zijn momenteel al vertrokken, want we waren eigenlijk al 6 uur wakker. Dus dan zijn we met al deze valiezen nu vertrokken naar het station. En nu zitten we op het terrein, namelijk Pinkerton. Inderdaad, dus dat komt allemaal goed. Dus als we in Blankenbergen zijn, dan zie je ons eigenlijk gewoon terug. Ja. Dus we zijn momenteel gearriveerd, zoals je kunt zien, in ons hotel. Maar de kamer was nog niet klaar, dus dan gaan we nu eventjes om ons koekjes gaan halen. Om te kunnen eten in de middag natuurlijk. Dus dat gaan we eventjes doen. We mogen namelijk nu op de kamer. In onze kamer. Ik heb natuurlijk al wat binnen gezet. Dus wat kunnen we verwachten van deze kamer? Een klein bureautje, maar natuurlijk een stoeltje. Ze moesten natuurlijk geen bed zijn. Ook. Dan moeten we zien. Door kunnen. Hier heb je dus ook een tafeltje. Met ook een. Twee stoelen. En televisie. Dan heb je ook nog de badkamer. En dat is dus een wc. Een lavabo. En dan heb je ook het bad. Het leuke hieraan is. Dit is het zien. Zicht op zee. Dus we kunnen alles zien van de zee. Dan hebben we ook nog, als alles goed gaat bij de rondleiding, een ander bed. Ga eens kijken. Dus hier heb je dus ook nog twee bedden om te slapen. Dus zo kan je makkelijk moeten kijken waar ik ga slapen. En natuurlijk heb je hier ook een televisie. Dus dat is zo wat er eigenlijk is. Dan heb je ook nog een kast. Die dus nog open ging. Is de kast. En de kast daarboven natuurlijk. Dus dat is het zo wat. Eigenlijk. Dus ja, en dan ook kasten hier. Dus dat is het eigenlijk. Een mooi verblijf dus. We hebben dus een kaartje geschreven voor oma. Dat staat op. En dat gaan we dus nieuw versturen. Een mooi kaartje trouwens. En dan gaan we er nu in steken. Voilà. Ik hoop dat ze toekrijgt en dat het toekomt. Want dat is wat de bedoeling. Ze kan er dan al niet bij zijn. Dus ik hoop dat het zal aankomen. Maar normaal zou je dat schrijven op het einde van de vakantie of tussen de vakantie. Maar ja, wij komen, waar zij komt toe, wanneer ze nog terug zijn. Dus dat is ook niet echt een ja, dus nu doe ik weer bestuur. Dus nu terug naar de kamer. We hebben een serieuze wandeling gemaakt. Het is gewoon weer buiten, dus je moet je verminderen natuurlijk even buiten wandelen. En we zijn geëindigd aan het pier. Dus, dat is tof. De kin is namelijk ook aan de zee, maar die kunnen we helaas niet storen, want die is met zijn lief hier aan zee. En als je specifiek gevraagd van ja, als je bij elkaar tegenkomt, dan spreek je tegen elkaar. Maar we gaan elkaar niet opbellen van hé, kunnen ze nog vlog komen daarvoor? Dus dat jullie het eigenlijk al weten. Dus, moest het toen vaak zijn dat we de kind niet zien en hij is alleen, dan kunnen we misschien wel in beeld brengen, maar speciaal daarvoor gaan we dat niet doen. Dus dat je het eventjes weet. Dus we gaan eventjes hier zitten. En genieten natuurlijk. Hè. De bank is warm. Ja, eigenlijk wel. Het gaat goed verbrandend zijn. Ja, inderdaad. We gaan ons gat verbranden. We hebben er een hele reis op zitten eigenlijk aan. Hè. Ja, eigenlijk wel. Hier. Die hebben jullie al kunnen zien natuurlijk in de vorige vlog. Kom er dan wel eens in, dus moeten we een specifiek gaan vinden. Het is gewoon warm eigenlijk, hè? Yes. Straks misschien eens in pieken in het water gaan. Dus zien wat dat gaat lukken. Mijn uitleg. We zijn ons aan het afvragen of de serie van Dries terug van Dries op Ketnet dus hier opgenomen wordt of een andere badstad. Maar op het moment vinden we het niet. Dus we missen goed, moeten ze ook nog Facebook, denk ik. Op Google. Dus hier is ook een voor te gaan surfen. En ja, ze vraagt dat af omdat Dries ook surfen is tegen. Zover dat ik van ken.
En kan ook verdwijnen, dus daarom helemaal maar de reden dat al bezig is. Vorige week ook al trouwens. Dus, ja, kan niet altijd over Christel zijn. Nee. Dus het gaat over Dries. En, voilà. Dus. En dat is het strand. Eigenlijk wel een mooi strand eigenlijk. Ja, precies. Hype en dan hangt dan een touwtje en dan zie je vaak aan de zee, maar ik ga het even voortonen. Dus je moet het dus op een ene gooien, want ja, normaal zou ik het tonen, maar ik ben nog in les bij mama. Zie je dat? Dat is echt een... Voilà. Dat is dus eigenlijk. Dat is de bedoeling. En het is ook een lang touw, dat staat te zien trouwens. Ja, een elastiekje. Touw eigenlijk, ja. Ja, touwelastiek. Voilà. Dan heb je het een beetje gezien. Dus dat is 5 euro voor zo'n balletje aan de zee. Voilà. Dus de bal. Zo moet het dus. Dus, En dan moet rond de pols. Voilà. Ja. Overal zie je dat aan de zee. En, ja. Blijkbaar. Toen heb ik gezegd, ja, mag ik maar eens kopen, hè. Ja. Dat heb ik dat gedaan, hè. Maar ik kan het ook niet spelen. Dus toen alleen aan zee kan je dat dus krijgen, denk ik. Voorlopig wel alleen aan zee, denk ik. Staat in het eten. Ik heb spaghetti besteld. En mama heeft een koppeltje besteld. Ja. Dus het gaat nu lekker opeten. Tot zo. Ja, altijd dat met u. Maar de rest kan ik niet bijten, jammer genoeg. En mij is het ook op. Dus het heeft zeker de smaak. Het klinkt altijd lekker. Want hier wordt het lustig wel, maar ik kan bijten. Ik wil het niet opeten. Ja. Maar het is zeker goed. Wat? Echt een aanrader moet je komen eten. Absoluut. Klein maar klein. Inderdaad. En echt dat is vak. Vond je dit een leuke video? Geef dan zeker een like. Abonneer ons alvast op Bolstar.